Mijn naam is uh, Eddy van der Broek. Ik werk als ambulant begeleider in Enschede. De cliënten die ik ondersteun hebben veelal uh, te kampen met een alcohol- of een drugsproblematiek. En uh, hebben te maken met politie of justitie, of in het verleden daarmee te maken gehad. Ik uh, ondersteun dus mensen aan huis. Mensen die huren zelf een woning, ergens midden in hun woonwijk in Enschede. Veelal uh, hebben de cliënten hulp nodig bij postzaken, uh, hulp bij, met uh, telefoontjes naar instanties, uh, eventueel bezoeken, die erbij komen kijken. Uh, en soms zelfs ook uh, licht huishoudelijk werk. Ik, uh, ik heb de handen op de juiste plek en soms is het uh, heel makkelijk om heel even samen de afwas te doen en dan kom je tot een uh, goed gesprek. En dat is soms uh, waardevoller dan ervoor gaan te zitten. En door te vragen van hoe is jouw week uh, geweest. De cliënten zijn wel allemaal uh, ja, hebben een, een verleden, zal ik maar zeggen. En zijn toch altijd uh, wat, wat uh, voorzichtiger naar instanties toe. En sommigen zelfs zullen er helemaal niks mee te maken hebben. En ik uh, probeer altijd uh, mezelf uh, in ieder geval nooit boven de cliënten uit te plaatsen. Ik ga er vaak onder zitten, zodat ze het idee hebben van. Hey, uh, er is niemand, niet iemand van een instantie die, uh, die iets van mij wil, maar er voor mij is en me helpt als, uh, als dat nodig is. Uh, het mooie van ambulant werk is, is dat je bij de mensen thuis komt. En dan krijg je meteen een hele andere sfeer, want je komt in hun domein. En uh, eigenlijk ben je als gast die daar binnen mag komen. Dat is mijn, mijn eigenlijk, maar ik heb niet zo heel veel doelen bij cliënten. Uh, maar een van de doelen die ik heb is binnenkomen en binnen blijven komen. Uh, ik maak een eigen planning. dat maakt het uh, erg uh, vrij het vak als ambulant begeleider. Uh, en de uitdaging is om uh, bij iedere cliënt weer uh, die dag te mogen doen wat nodig is. Uh, soms neem ik de regierol over uh, naar aanleiding van postzaken, telefoontjes die gepleegd moeten worden naar instanties, omdat dus ze het simpelweg zelf niet kunnen of niet hebben geleerd of zelfs niet uh, hun emotie daarin uh, de baas kunnen blijven. En daar, om, om juist dat te laten zien aan de cliënt dat je er voor ze bent, dat je samen met ze naar de instantie gaat, eventueel, dat maakt dat de vertrouwensband groeit. Daarin versta ik ook uh, als ik een, 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 een telefoontje krijg bij een cliënt, en er is ergens een crisis en ik moet er naartoe. Dat ik de volgende afspraak afbel of in ieder geval. Uh, probeer uh, aan te geven van, hé, hey, ik kom ietsjes later en in, in het uiterste geval een, een dag later. Dat, uh, en dat maakt dat geen enkele dag hetzelfde is uh, als, uh, als ambulancebegeleider. Uh, je hebt de, de vrijheid om daarin te schuiven, maar daar moet je ook mee kunnen omgaan. Je moet kunnen schakelen en uh, ja, dat, dat maakt het wel een hele uitdaging om, uh, om op eind van de week te zeggen van, hé, hey, ik heb iedereen weer bezocht. Uh, iedereen is uh, tevreden op dat moment geweest en uh, ik kan tevreden het weekend ingaan. Als man in de zorg is het uh, soms een hele uitdaging om uh, tussen een team van uh, veelal vrouwelijke collega's jezelf staande te houden. Maar uh, in de loop der jaren heb ik wel geleerd om, uh, om hiermee om te kunnen gaan. En, en het is echt geen, geen vrouwenwerk, geen vrouwenbaan wat, wat we doen met elkaar. We kiezen er soms bewust voor om juist alleen een man er naartoe te laten gaan. Gezien de problematiek die daar op dat moment heerst. En ik denk dat het een, een, een absoluut geen saaie baan is. Met alle respect voor, voor mensen die op kantoor zitten. Maar ik, ik fiets van A naar B en van B naar C. En, uh, enzovoort, enzovoort. En onderweg, uh, ik, uh, ik zie en ik hoor veel. Ik, uh, ik krijg heel veel meer van, uh, van de maatschappij, wat er leeft. En uh, dat maakt het uh, een gigantisch mooi vak, ook als man zijnde.